wij leven natuurlijk in een maatschappij waar heel veel eten is. En dat maakt ons dat we aan de ene kant mensen medicijnen gaan geven of medicijnen voorschrijven. Of dat mensen natuurlijk maagverkleidingen doen of gaan afvallen, op welke manier dan ook. Maar aan de andere kant is de inputkant blijft maar stromen. Dus het is natuurlijk heel lastig om daar een balans in te vinden. Klein intermezzo, want ook belangrijk. Ja, dat wil ik namelijk wel weten. Buikvet zou een orgaan zijn. Ja, Lisbeth van Rossum is hoogleraar obesitas. Dat vorige week bij talkshow Eva. Ze hadden het daar over de impact die lichaamsvet op je lichaam heeft. En tijdens dat gesprek zei ze dit. Buikvet is een orgaan, net als je lever en je hart een orgaan is. Ja. Maar je buikvet, dat lijkt toch niet op een orgaan? Wanneer is iets een orgaan? Ja, ik vind het ook heel gek. We vroegen het aan Maarten Soeters. Hij is endocrinoloog aan het Amsterdam UMC en houdt zich in die hoedanigheid bezig met hormonen en stofwisseling. Een orgaan heeft meestal een aantal functies. Die zijn die functies soms heel simpel. Een hart moet samentrekken en longen moeten zorgen voor de zuurstofuitwisseling. We weten inmiddels dat heel veel organen heel veel andere functies ook hebben. Zoals bijvoorbeeld produceren van allerlei stoffen om te zorgen dat het menselijk lichaam op orde blijft. Oké, hoe vet kan een orgaan dan zijn? Ja, dat hebben we gevraagd aan de maag-, darm- en leverarts Daniel Kesteci. Als je buikvet inderdaad ziet als orgaan, want wat is dan de definitie van orgaan? Is dat dan iets wat heel goed omkaderd is? Hè? De lever, dat is een orgaan. Die kun je dan inderdaad omschrijven. Maar je kunt ook zeggen de huid is een orgaan. Terwijl dat niet echt in een box te fitten valt. Dus in die zin is buikvet een orgaan als je kijkt vanuit de functionele zin. Dus functioneel gezien produceert dat gewoon heel veel hormonen en allerlei stofjes, zeg maar, die dan uiteindelijk de stofwisseling kunnen beïnvloeden. Oké, we horen van alles over vetten. Daar moet je vooral niet te veel van hebben. Maar nu klinkt het eigenlijk wel belangrijk. Hoe zit dat? Nou, daar kan Kester hier ook meer over vertellen. Als je het buikvet, zeg maar, als je daar inzoomt en je pakt specifiek vet in de lever zelf, dan heb je het ook over redelijk ernstige gevolgen die kunnen optreden als gevolg van vervetting van de lever, dus vetopstapeling in de lever. En dat leidt soms ook zelfs tot dingen zoals leverkanker. Oké, dat is niet best. Hoe groot is het probleem? Nou, het CBS, het enige bureau dat we nog niet hebben besproken, geloof ik, meldde eerder dit jaar al dat obesitas in de laatste 40 jaar verdrievoudigd is. Vorig jaar had 16% van de 20-plussers in Nederland obesitas, dit tegenover 5% in de jaren 80. We vroegen sportdiëtist Esther van Etten waardoor zij denkt dat dit komt. Wij leven natuurlijk in een maatschappij waar heel veel eten is. En dat maakt ons dat we aan de ene kant mensen medicijnen gaan geven of medicijnen voorschrijven of dat mensen natuurlijk maagverkleidingen doen of gaan afvallen, op welke manier dan ook. Maar aan de andere kant is de inputkant blijft maar stromen. Dus het is natuurlijk heel lastig om daar een balans in te vinden. Oké, heeft ze dan ook nog een mogelijke oplossing? Nou ja, Van Etten bepleit voorkomen en goed informeren. Ik vind dat we daar veel meer naar de jeugd, ook bij de jeugd, moeten informeren. Wat voor consequenties je gedrag hebt op latere leeftijd. En dan kun je dat overzien. Ik denk dat als je 20, 25 bent, dat je toch op een gegeven moment wel kan overzien wat gezond en niet gezond is. Ja, dat hoop je dan. Maar nu de conclusie. Is het feit of fictie? Ja, we hebben het voorgelegd aan Soeters. Ik zou kiezen voor feit. Dus het vetweefsel is een orgaan en het buikvet maakt daar een onderdeel uit. Maar juist omdat het dus gaat dysfunctioneren, juist omdat het niet meer goed werkt als je er van te veel van hebt, zou ik vooral eigenlijk willen pleiten dat het een onderdeel is, dat het niet een orgaan aan zich is. Want je moet er juist niet te veel van hebben. Maar al met al kunnen we stellen dus een feit.